aan de start. En dan met 350 Frits Faber uit Wildervank. 517 dames en heren Willem Rijnberg uit Gieten. Met 818, dan zien we Bert van der Winden. Met 526 vorige week ook al lekker gelopen. En toen in Winschoten. En hier met 904, de man die gewoon vaak komt. En dan ook zorgt dat hij wint, Garm Borgman uit Hogezand. In zijn leeftijdscategorie echt een monument. 1119. Diana te Katen hier lopend op haar eigen... ...van die kerels. Ja, dat is mooi hoor. En met 1013, daar zien we dan Petra Panneman. En doorkomst in ruim 21 minuten. En met 91 Bert-Jan Wever uit Onstwedde. Cindy Hallen uit Zuidbroek met 28,39 en met 307 zien we Theo Bosker uit Nieuw-Wolda. Maar die ook dit jaar, volgend jaar weer zal lopen in de weg. Ah, kijk, zo mogen we zien, hè. Duimpje omhoog. Het zal nog wel wat kwartjes onderweg zijn, maar wat een heerlijke looptemperatuur hebben wij dan vandaag. En dat zeg ik wij, maar dat bedoelen we natuurlijk de atleten. En hier is Maarten Sterk uit Groningen met 1070. Licht roestig. De 45 delen maken van de groep is Jan Willem Zijdemaker uit Sappemeer. Dan kun je gewoon zien dat het tip-top voor elkaar is op het parcours met 1024. Jan Kenaier uit Winschoten. Ook al geconcentreerd lopen, en dat heb je nodig hoor in deze wedstrijd. Met 1020 lekker. Hoe hard gaan we niet? Dan gaan we kijken hoor, want dan moet de familie er ook zo dadelijk weer aan komen. Want zo werkt dat. Lekker ontspannen in die wedstrijd. Met 902 zien we dan B7's uit Beerta. Tuurlijk B. Gaat lekker hè? Ja, duimpje omhoog. Dit zijn toch echt van die kilo.